Een historisch moment in de geschiedenis is aangebroken. Het startsein voor de herbouw van het historisch gebouw van de Nationale Assemblée is gegeven. De herbouw van DNA wordt uitgevoerd door de Paramaribo Urban Rehabilitation Program. En het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en haar werkarmen zijn belast met de coördinatie en de uitvoer van de werkzaamheden. God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Dat hebben we net geproclameerd. Vader, we vragen u in Jezus' naam om dit project in uw hand te nemen. Elke fase van de bouw, vanaf de eerste steenlegging tot aan de afbouw. Een belangrijk moment in onze geschiedenis is aangebroken. Het herbouwen van het historisch gebouw van ons democratisch huis, de Nationale Assemblée. Ik heet u allen nogmaals van harte welkom bij dit heugelijk feit. Het directoraat cultuur is belast met de uitvoering, de controle op de uitvoering. De totale projectverantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 23 jaar geleden werden de historische panden van de Nationale Assemblée en het ministerie van Algemene Zaken door brand verwoest. Een groot verlies voor onze prachtige binnenstad. Maar het feit dat we vandaag hier staan, laat zien dat deze regering veerkracht heeft. As you know very well, today we are gathering because to celebrate the groundbreaking of the National Assembly building. As an IDB representative, there is only one word that comes into my mind today. Trots, meaning proud. Today's ceremony marks the point where we finally put this tragedy as a thing of the past and start looking towards the future after more than 20 years. Ik nodig thans uit iemand die ongetwijfeld op dit belangrijk moment heeft zitten wachten. Het is een hoogheugelijk feit. En de persoon is niemand anders dan de voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Simons. Mag ik uw aandacht voor de voorzitter? Vanaf de vorige zittingsperiode is DNA hiermee bezig geweest. En uiteindelijk hadden we dan een tekening van een nieuw gebouw hier op dit terrein. En in een gesprek waar ik bij zat van de regering, hoorde ik dat er hier in het land een project van start zou gaan voor het stadsherstel. En op dat moment ging het licht aan en ben ik snel gegaan naar alle mensen die ik kon vinden die verantwoordelijk waren, ervoor ook IDB-mensen, om aan te geven, wel, als we dat gaan doen, dan moet een van de eerste dingen zijn de herbouw van deze twee zeer mooie gebouwen die van Suriname en Paramaribo vooral opnieuw een plek zullen maken als we ze in een oude glorie herstellen, die zeer de moeite waard is om te zien, ook voor toeristen, maar ook voor onszelf. En de bedoeling is dat nadat het gebouw, tijdens de opzet van de gebouwen, dat deze bakstenen ook een functie nog zullen krijgen, zodat het oude gecombineerd wordt met het nieuwe. Dat vind ik vooral heel goed. Mama Sranang, skoro bangi furu nanga nyung Sranang, de singi fu frantuortu nanga lespechi. Mama kondere, wo seti u amor betere funderi. Visa vroko makandara fu puru na kruktu tena rutu. U zult het zien staan. Het volledig gerenoveerde DNA-gebouw en het gebouw van Algemene Zaken. Hier op deze plek het bewijs van de veerkracht van een trotse natie, Suriname. Dank u. De bouwwerkzaamheden zullen vlotten en dat we over enige tijd opnieuw de beide gebouwen in hun volle glorie hier zullen zien staan. Ik dank u en ik feliciteer het land. It is the first of a series of 5 buildings that we will rehabilitate under the Paramaribo Urban.
This is what we call teamwork. Ko makandra spa anu fu opoyo mama kondre lobi kondre wo roko makandra fu opoyo opo opo opo